Je kunt het niet missen als je via de wielerbaan Groesbeek inrijdt. In de verte zie je dan het opvallende dak van het nieuwe Vrijheidsmuseum liggen. Vanuit de heuvel zie je het opdoemen, de grote witte koepel. De symboliek voor de bevrijding. Ja, prachtig. Wit in het groene heuvellandschap. 6,5 miljoen euro kost het om het te bouwen. Onder meer betaald door het V-fonds. Voor vrede, vrijheid en veteranenzorg. Omdat, zegt het fonds, het verhaal ook de komende decennia verteld moet blijven worden. We nemen afscheid van de veteranen. Het gaat om de bevrijding. En tegelijkertijd is het verhaal van de vrijheid alleen maar waardevol als we de democratie en de rechtsstaat in stand houden. En de beweging die het Bevrijdingsmuseum nu Vrijheidsmuseum maakt, past daar precies bij. Het nieuwe Vrijheidsmuseum gaat over vrijheid en democratie in de 20e eeuw tot over de grens met Duitsland. Maar dat wil niet zeggen dat de grote veldslagen die in de Tweede Wereldoorlog in Groesbeek plaatsvonden, worden verwaarloosd. Het blijft helemaal overeind. Hè? We hebben het over Market Garden en we hebben het over het grote Rijnlandoffensief. Waar de Amerikanen, de Britten, de Canadezen, de Polen betrokken zijn. En die komen volop aan het trekken straks in het nieuwe museum. Het nieuwe museum mikt op jaarlijks zo'n 70.000 bezoekers, onder meer uit Duitsland. En ze zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Staat hier een trotse directeur? Een hele trotse directeur. En in september is hij nog trotser.